De informatie die gisteren is gedeeld met de samenleving tijdens een discussieavond in verband met de kroonjaren is een belangrijk ingrediënt om Suriname te leiden naar één natie. Enkele woorden van NPS-voorzitter Gregory Rusland tijdens de lezing in verband met de viering van kroonjaren dit jaar. De politicus is van mening dat er ook richtlijnen nodig zijn om Surinamers onderling te brengen naar natievorming. Eén natie is een bijzonder belangrijke voorwaarde om dit land, ons land, op een goede manier tot ontwikkeling verder te kunnen brengen, zodat dit inderdaad een plek wordt op deze wereld waar het heel prettig wonen en leven moet zijn. Maar als we kijken vandaag de dag, dames en heren, dan heb ik de indruk dat die eenwording toch wel een beetje onder druk staat. We zijn hier, zoals we weten, in de geschiedenis samengebracht vanuit verschillende gebieden. En die samenleving bestaat uit zoveel etniciteiten. Rusland geeft verder aan dat met de vele etniciteiten het belangrijk is om ervoor te zorgen dat de verschillende culturen gerespecteerd worden. NAX-voorzitter tevens inleider Siegmien Staphorst zegt dat Suriname wel één natie kan worden. Dit in tegenstelling tot andere geluiden. De cultuurdeskundige zegt dat in verband met de kroonjaren er ook veel besef aangewakkerd moet worden. Wanneer we zo feesten en pret maken om zoveel jaar, 160 jaar, en sommige mensen zeggen terecht 170 jaar, afschaffing van de slavernij, het is nog een hele discussie. Afschaffing van Hindoestaanse immigratie, zoveel jaar, en de Chinezen, dan denken we meestal aan feest, aan feestelijkheden, maar we vergeten waarom wij hier samen zijn gekomen. Waarom was dat zo een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis? Niet omdat onze voorouders dat allemaal zo geweldig vonden en er bewust voor gekozen hebben. Staphorst zegt verder dat de verdeel- en heerspolitiek nog een grote rol speelt op Surinaamse bodem. Ze stelt dat het is overgenomen van de koloniale machthebbers. Al de koloniale erfenissen moeten volgens de NAX-voorzitter niet onderschat worden, omdat zij het proces om naar één natie te groeien bemoeilijken.